Voor onze serie Vrijwilligers in Noord spreken we met Otto Wursten. De vrijwillige thuisadministratie. Vertel eens wat dat is. Dat is het vrijwilligerswerk ten gunste van mensen die problemen hebben met hun financiële huishouding. En die worden dan geholpen door vrijwilligers. En mijn taak als, ik ben de coördinator, zelf ook vrijwilliger hoor, ik verdien er niks aan. En mijn taak als coördinator dat is intakegesprekken houden met potentiële cliënten om te kijken welke vrijwilliger zou daar nou het best bij passen. En dan ga ik met een vrijwilliger op bezoek, als ik een vrijwilliger gevonden heb. En dan gaan we kijken of de vrijwilliger daadwerkelijk hulp kan bieden. Want het is natuurlijk best belangrijk. Er moet een vertrouwensband zijn tussen de cliënt en de vrijwilliger. Omdat de vrijwilliger eigenlijk alles moet weten van de financiële huishouding. Dus dat gaat heel erg ver. Dus in principe heeft een vrijwilliger, maar ook een cliënt, het recht om te zeggen van nou liever deze vrijwilliger niet. Of de vrijwilliger liever deze cliënt niet. En dat gebeurt ook regelmatig. Dus, en als dan de vrijwilliger akkoord heeft, of dan akkoord is met het helpen van de cliënt, dan gaat hij of zij aan het werk. En wij gaan ervan uit dat het moet altijd tijdelijk zijn. In de zin van de cliënt moet geholpen kunnen worden tot het moment dat hij of zij het zelf weer aan kan. En wij hebben daar standaard 6 maanden voor. En zo'n team wat je aanstuurt, hoeveel mensen zijn dat? Ik heb er op dit moment een stuk of 20. Dat is best veel. Ja, en die werken door heel Rotterdam? Heel Rotterdam. Ja hoor, het zou natuurlijk, als dat alleen Noord zou zijn, dat zou niet zo best zijn voor Noord. Nee hoor, door heel Rotterdam. En hoeveel uur in de week ben jij kwijt aan dat vrijwilligerswerk? Ik hou het niet bij. Ik denk, er zijn natuurlijk wel eens momenten dat ik even niks doe. Maar ik denk dat ik elke dag wel iets doe. En ja, sommige dagen dan ben ik echt onderweg met intakegesprekken, kennismakinggesprekken. Dan kan het best wel eens een halve of drie kwart dag zijn. Maar het is ook wel eens dat ik geen afspraken heb. En dan is het een kwestie van bellen, memo's of mails schrijven enzovoort enzovoort. Maar nogmaals, ik doe elke dag wel wat. Wat is nou de voldoening die je uit het vrijwilligerswerk haalt? Ja, dat is lastig. Ik ben gepensioneerd. En toen ik met pensioen ging, toen merkte ik heel snel dat je netwerk wordt minder. Hè. Je kan wel heel ijverig doen met LinkedIn en dergelijke. Maar je netwerk wordt toch wat droger, om even zo te zeggen. En het feit dat ik ben gevraagd om dit te doen. Ik heb weer een ja, je zou kunnen zeggen, tussen aanhalingstekens een werkkring. En dat vind ik, af en toe dan spreken we elkaar. We hebben regelmatig overleg. Op zich de situatie bij de cliënten. Je komt natuurlijk bij ontzettend veel verschillende cliënten. Echt, dat is dwars doorsneden van de Rotterdamse bevolking. Ik kom in gebieden in Rotterdam waar ik als geboren Hagenees nooit ben geweest. Dus zo maak je nog eens wat mee. En dat is eigenlijk inderdaad de voldoening die je eruit peurt. Zou je een oproep willen doen over vrijwilligerswerk aan onze kijkers? Nou, wij kunnen altijd wel vrijwilligers gebruiken. Daarbij moet ik wel aantekenen dat dit is behoorlijk verantwoordelijk werk. En wij zijn ook redelijk streng. Wij willen dat de vrijwilligers in ieder geval bekend zijn met de financiële huishouding. Wat een normaal mens heeft aan financiële huishouding. En wij vinden ook de betrouwbaarheid een heel belangrijk aspect. Dit is niet een kwestie van, ik ga even vrijwilligerswerk doen. En als ik denk van nou, ik ga wat anders doen, dan ga ik weer weg. Wij vragen wel van de mensen om in ieder geval, als ze een cliënt gaan helpen, om dat ook af te maken. Nou, dankjewel voor dit verhaal, Otto. Veel succes met je werk. En we zien elkaar. Oké, prima. Bedankt.